Mag ik u applaus voor Filippo? Goedenavond, Gent. Ik ben dus Filippo, ik ben 26 jaar en ik ben een echte, aangepaste Italiaan. En met aangepast bedoel ik niet van kan veranderen zoals onze premier. Nee, met aangepast bedoel ik, ik ben een moslim. Ja, echt? Zie nu al denken, ze maar. Allee, gast, serieus, zeg je moslim? En werkt dat wel? Werkt dat wel? Zo'n Italiaan als moslim? Nee, oh ah, nee. Italiaan en moslims, die werken niet. Ja, ik moet wel zeggen, het gaat heel goed met mij. Ik ben getrouwd met een Turkse vrouw en ik ben gelukkig. Zeggen ze. Maar ja, in het begin, mijn relatie ging in het begin niet goed. Ja, mijn relatie was verboden voor mijn schoonfamilie, omdat ik een echt varken was. En varkens die zijn verboden. Maar ja, ondertussen hebben ze me gelukkig toch kunnen aanvaarden, omdat ik me heb aangepast aan de moslims. Nu ben ik een arm schaap. Maar ik heb me echt aangepast aan de moslims. Ik ben zelfs zo aangepast. Dat ik mijn olijven naar Mekka richt om mijn pizza te snijden. Wat dan weer veel misverstandig heeft. Gelukkig, uh, vorige week ik moest ik in de kerk zijn voor een gebedswakker van een vriend die een jaar geleden gestorven is. En uh, ik moet zeggen, ik was zelf verbaasd dat dat zo heel goed ging daar. Ik, ik wist nog alles. Ik kende zelfs het onze vader nog. Maar iedereen keek me raar aan, omdat ik het onze vader keek, kende. zei maar, gast, hey. ik ben. Katholiek opgevoed, dus ik ken wel het, uh, onze Vader. Ik zal het even met onze Vader voor jullie opzeggen, gewoon voor jullie wat op te frissen. Hè? Dat is mijn versie daarvan. Hè? Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Alles rijk komen. Wij zullen schieten op aarde en zorgen voor dagelijks dood. Jullie zullen ons zulden tot onze doel hebben kunnen evenaren. Mohammed in Nanbak Allah dat is wat ik bedoel met misverstanden. Jullie denken nu gek omdat ik een gebed heb gezegd dat ik iets ga opblazen. Maar dat wil ik niet zeggen omdat we dat één keer hebben gedaan dat we dat altijd gaan doen. Dat is alleen een trend die we volgen. Ja, maar geen schrik. Hè? Zo aangepast aan de moslims ben ik nog altijd niet. Alhoewel ik de laatste tijd veel goesting kreeg om elektronica te kopen. Ja, zelfs gisteravond had ik nog een misverstand met mijn dochtertje. Ja, ik heb een dochtertje van vijf. En zij heeft de gewoonte om met een ballon naar bed te gaan. Niet op die ballon, maar ze wil een ballon om in bed te kruipen. Hè. Dus komt ze iedere avond naar mij met van die tederige oogjes en dan zo'n stem. En zegt ze: Papa, wil je mijn ballon opblazen, alstublieft? Dan ga ik op mijn knieën langs haar zitten. Ik zet mijn arm zo heel liefdevol rond haar. En ik kijk haar diep in de ogen en ik zeg. Schatteken. Voor papa betekent een ballon opblazen iets helemaal anders dan voor jou. Hey, maar, kijk, moslim zijn heeft ook veel voordelen. Bijvoorbeeld, ik heb nu geleerd hoe ik veel beter kan profiteren. Oh ja, Italianen wisten het al, en nu ben ik moslim, dus, dus dubbel zoveel. Hè. En ik moet ook niet meer wachten op een bouwvergunning voor een vakantiewoning. Voor een schapenstal heb je dat niet nodig. Maar ja, wat ik eigenlijk wil vragen... Wie heeft er hier een relatie? <laughs> en wie is hier met de auto? Nee, nee, geen schrikken, ik zal ze niet pikken. Nee, ik heb zelf een, gro een uh, grote auto, zo'n minibusje. Ja, in de volksmond heet dat eerder een Turkenbusje. Met een kleine fiat kan je niks doen. Hè? Ik ken er nog niet zo'n schapen. Maar ja, weet je, weet je wat het nadeel is om met een hele familie, samen, euh, met een, sorry, met een Turkse vrouw getrouwd te zijn? Het nadeel daarvan is, is dat je met de hele familie samen woont. Maar echt de hele familie, hè? Dat Dus echt man en vrouw, kinderen en schoonouders. Kijk, school, met mijn schoonvader, daar heb ik geen probleem mee. Dat is een zon topkerel. Die zit de hele dag op café, dus daar heb ik geen last van. <laughs> schoonmoeder, een ander verhaal. Oké, okay. dat mens, dat moet zich dus echt met alles. Met echt alles. Ik ben blij dat ik de deur van mijn slaapkamer op slot kan doen, of die kan zich ook nog daar moeien. Maar ja, kijk, eigenlijk kun je mijn schoonmoeder vergelijken met Bin Laden. Krijg je Bin Laden. Zij ja, is dat hetzelfde. Elke keer als hij tevoorschijn komt, heb ik miserie. En als hij dood is, ben ik er nog niet van af. <laughs> ik ben er echt niet van af, hè. door mijn eigen schuld. Ik moet weten, een, ik denk dat het ongeveer een twee jaar geleden had ze me op een avond zo boos gemaakt. En dat was net de avond voordat we naar de notaris moesten gaan. Dus moest ik met hem meegaan bij de notaris, want zij verstaat geen Nederlands. En uh, ik, moest haar uh, ik moest alles vertellen wat zij zei. En ik kwam bij de notaris op een geweldig idee om een practical joke met haar uit te halen. Ja. Zij koos voor een klassieke begrafenis. Ik heb in de akte laten schrijven om haar te laten opzetten als Halloween decoratie. En nu wil ze dat niet meer laten wegdoen. Ja, kijk. Okay. En sindsdien heb ik zo'n band met mijn schoonmoeder. Echt zo Zo'n speciale band, zo dat ik regelmatig de goesting krijg om haar zo goed vast te pakken, zo kort bij mij te houden. Maar ook niet te kort, hè. Die deed nogal graag lokken naar juin. Maar toch, ik, er, ik pak haar zo langs mee en ik kijk haar heel diep in de ogen en ik zeg... Je bent giftiger dan een slang. Maar dat maakt mij niet bang. Even die zagen hangen tegen het behang. En nee, dat duurt niet lang. Verlaat ons dus zeer vlug. En kom nooit meer terug. En ik moet zeggen, dat lukt, op. dat lukt op. Ik voel me altijd beter als ik dat gedaan heb. En zij wordt ook niet boos op mij. Ah oh, nee, ze is een Turkse. Ze verstaat geen Nederlands. Ik was Filippo tot ziens. Filippo. <applause>